Dat zou betekenen dat datgene wat wij niet wouden en we ook nooit gewild hebben, een dorp opruimen, zeg maar, dreigde als het ware in een zelfvervulling prophecy wel te gaan gebeuren. Het industrieterrein naast Moerdijk. Hoe kwam het daar? Er zijn 32 boerderijen gesloopt toen. Wat zijn de lasten? Ja, eigenlijk alleen maar ellende. En de lusten van het terrein? Ik heb mijn vaste klanten wel, maar wij zijn hier voor het industrieterrein. Ja. Daar rijden wij ons eigen hele week gek mee. M&M onderzoeken het. Eén keer vis met friet. Elke zaterdag op Omroep Brabant. En een cola. En op dat drijfweet. Bedankt.